Goedemiddag kijkers, welkom op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden, waar vandaag de opening plaats gaat vinden van de 2021 editie van Beelden in Leiden. Een bijzondere editie, Henriette. Jij bent in 2018 eigenlijk al voorzitter geworden en toch is dit pas jouw tweede opening. Klopt, maar wel een hele bijzondere in het kader van het jubileum, wat we toch 10 jaar bestaan. Ja. Nou, geen grote publieksopening, maar daarom vandaag live op televisie. Kan iedereen er toch bij zijn. Niet alleen beelden op de Hooglandse Kerkgracht, want jullie hebben dit jaar ook weer een nieuwe partner, hè? We hebben eigenlijk 2 nieuwe partners. Want hier staan we nu op de Hooglandse Kerkgracht met 5 beelden. Maar het 6e beeld is in de bibliotheek. En we zijn heel blij met de samenwerking met B+C. En het 7e beeld, ons jubileumbeeld, is op de begraafplaats Rijnhof. Waar wij gewoon ook een nieuwe associatie mee aangegaan zijn. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, want dat is vandaag of dit jaar een tweede locatie, hè? Dat is een tweede locatie dit jaar. Waar mensen naartoe kunnen, wanneer? Tijdens de openingstijden van de begraafplaats? Tijdens de openingstijden van de begraafplaats. En straks na 23 juni is er ook een tweede beeld te zien. Dus dan nog komt meer reden om dan daar naartoe te gaan. Absoluut. Nou, de bibliotheek is vandaag ook weer open gegaan. Gelukkig wel. Want daar staat het beeld in de binnentuin. Daar... Hele bijzondere installatie. Ja, klopt. Dat komt straks denk ik, hè, als ja, we inderdaad gaan we een zien. Beetje gaan kijken ja. naar de beelden. Want dat gaan we zo meteen natuurlijk doen. Nou ja, hier op de gracht 4 beelden dit jaar. Hè? Anders dan andere jaren. 5, hè? 5. Ja, anders dan andere jaren, omdat we er dit jaar voor gekozen hebben om iets meer financiële mogelijkheden aan de kunstenaar te geven. Dus we hebben 6 kunstenaars uitgenodigd. En die hebben daardoor ook gewoon de ruimte gekregen om een wat robuuster beeld te maken. Zoals, ja, letterlijk de ruimte. Letterlijk. Ja. Letterlijk de ruimte. Ja, want dat is een groot verschil met de andere jaren ook. Hè? Er zijn forse kunstwerken. Er zijn, ja, ietsje kleinere, maar er zijn forse kunstwerken. Ja, ja. Mag je wel erbij. Ja, ja, leuk. Ja. Ja. We gaan er zo naar kijken. Hè? We gaan een rondje maken met de curator. Ja. En ik hoop gewoon dat iedereen inderdaad die nu helaas hier niet kan zijn, want normaal ontvangen we in de Hooglandse Kerkgracht, dat die in ieder geval gewoon gestimuleerd worden door die beelden die jullie al gemaakt hebben. Dan gaan we naar kijken. Wat je vooral bij zo'n proces, bij zo'n maakproces tegenkomt, als je op locatie werkt, is dat je te maken hebben met bepaalde aspecten van de plek. Dus ik doe altijd onderzoek en zeker met die begraafplaats moet je rekening houden met bepaalde dingen. Zoals dat je dat het werk wat je gaat maken bijvoorbeeld geen aanstoot moet geven. Of, tenminste, dat zijn dan mijn eigen regels die ik mezelf heb opgelegd. Voordat ik hier eigenlijk aan begon, aan deze installatie, heb ik onderzoek gedaan naar de plek. Ik kwam op een gegeven moment in een onderzoek van dwaallichten. En dwaallichten, dat is eigenlijk een fenomeen wat over de hele wereld voorkomt. Het interessante vond ik dat elk land heeft zijn eigen mythes daaromheen gebouwd. Dus het is, bijvoorbeeld in Nederland heb je dus de dwaallichten. In Engeland heb je de Will-o'-the-Wisp. In Amerika heb je de Jack-o'-lantern. Maar bijvoorbeeld in Japan heb je er heel erg veel. Daar heb je de Onibi, de Hitodama. En daar heb je een soort van overkoepelende naam, de Yurei. Die worden ook veelvoudig afgebeeld als wezens die niet meer onder de levenden zijn. En dat was gewoon een thema wat me heel erg interessant leek om hier terug te laten komen op een subtiele manier. Waar je wel meegevoerd kan worden, maar tegelijkertijd ook zelf invulling kan geven op een manier die het beste past bij degene die komt kijken. Toen was ik op een gegeven moment bezig met van ja, oké, maar hoe wordt het dan? Is er dan een manier waarop dwaallichten eigenlijk afgebeeld worden? Toen kwam ik op een gegeven moment bij schilderijen uit de Renaissance en de Barok. Daar was ik een beetje doorheen aan het kijken en ik zag dat je vaak beelden ze dan engelen af en heiligen en daar als het ware dwarrelt daar zo'n doek om hun lijf heen. En dat dwarrelende, dat vond ik heel erg mooi en passend bij dat fenomeen van de dwaallichten. Dus dat heb ik als het ware genomen en
omgezet in een materiaal. En wat je hier ziet, dat is dus heel dun, een hele, hele dunne metaalsoort die ik als het ware heb gebogen in de vorm van een doek. En nu zeg maar als het ware om die bomen heen dwarrelt en voor mij persoonlijk dan een soort van de geest symboliseert die, ja, die hier misschien doorheen is gegaan. Ja, we staan hier op de Hooglandse Kerkgracht en hier is wederom zoals ieder jaar, hoewel vorig jaar even niet in verband met corona natuurlijk, maar ieder jaar is hier de beeldententoonstelling van Beelden in Leiden te zien. Ik ben Suzanne Wallinga, ik ben freelance tentoonstellingsmaker en ik mocht dit jaar deze tentoonstelling samenstellen. En dat vond ik heel erg leuk om te doen, echt een mooie opdracht, omdat Beelden in Leiden een platform biedt aan jonge kunstenaars om in de buitenruimte te werken. En dat gebeurt niet zoveel in Nederland. Er zijn niet zo heel veel kansen voor jonge kunstenaars om voor het eerst in de openbare ruimte aan de slag te gaan. En zeker niet ook plekken waar je dan ook nog een werkbudget krijgt om het werk te maken. Want dat is niet altijd even zo, ja, zomaar gedaan. Dit jaar heb ik gekeken naar wat is die openbare ruimte en hoe verhoudt beeldhouwkunst zich tot die openbare ruimte. Beeldhouwkunst gaat natuurlijk over ruimtelijke vormen, volumes. En ook als wij naar buiten gaan, wij zijn natuurlijk in eerste instantie ook een volume. Soms wat groter, wat kleiner afgelopen jaar. Ik heb ook wat minder gesport. Maar in eerste instantie verhouden wij ons ruimtelijk tot de openbare ruimte. Wij zijn zelf, als we bewegen, ook een soort beeld als het ware. Een soort sculptuur, die weliswaar een bewegende vorm. En de beeldententoonstelling heet dit jaar Sferen. En een sfeer is zowel een geometrische vorm, namelijk een bol. Zoals de aarde is een sfeer. Maar een sfeer is ook een gevoel. En dat vond ik heel erg passend bij beeldhouwkunst in de openbare ruimte. En zeker Leiden. Leiden is ook een soort mengvorm, zal ik maar zeggen, van verschillende vormen van wetenschap. Beta, gamma, alpha. Dus dat idee, een sfeer, dat dat een, zowel een gevoel is als een rationele vorm, dat vond ik heel bijzonder. En daar hebben kunstenaars bij uitgezocht. Want alle kunstenaars die je ziet in deze tentoonstelling, die hebben zowel een soort rationele aanpak. Hè, dus het is zowel een werk, vaak zijn ze abstract. Ze komen echt uit abstracte kunst. Er zit een idee achter, een concept. En daarmee vangen ze tegelijkertijd een groter onderwerp, een groter concept of een emotie. Dus het kan gaan over geborgenheid of over klimaatverandering, over energieomzetting. Het zijn allerlei, ja, over publiek en privaat, het onderscheid daartussen. Ja, dus daar zo brengen ze eigenlijk die twee sfeer of die twee uitdrukkingen van het woord sfeer samen in de tentoonstelling. We staan hier bij het beeld Groot Water van Maud van den Beuken. En het is een heel bijzonder beeld, want wat heeft Maud gedaan? Maud heeft de bron van de Mississippi gescand. Dus zij is met een baggerbedrijf daar naartoe gegaan en heeft de bodem van de Mississippi ingescand. En die vervolgens vertaald in een sculptuur. Dus dat zie je hier. Je ziet de bodem van de rivier en het watervolume. Dus dit is de Mississippi die letterlijk naar Leiden is gekomen. En waarom heeft ze dat gedaan? Maud is geïnteresseerd in klimaatverandering, maar ook de conservering van het landschap. Dus het liefst zou ze bijvoorbeeld heel Nederland opslaan in een loods, hè, scannen en ergens in een kast leggen in een loods. Ja, zij is daar heel erg geïnteresseerd in, omdat ze denkt, van, ja, hoe gaan wij eigenlijk zelf met dat landschap om? En ook, hoe verhouden wij onszelf als mens tot dat landschap en tot verschillende volumes? Zo heeft ze ook een keer de lucht in kaart gebracht. En in dit geval dus het water van de Mississippi. De Mississippi is een rivier die bekend staat om het overstromen. En zij heeft daar een voettocht gemaakt. En ze vond het heel mooi om het ook hier terug te brengen, omdat de Hooglandse Kerkgracht vroeger natuurlijk ook water was. Dus ze heeft eigenlijk weer, ja, de rivier teruggebracht naar de naar de Hooglandse Kerkgracht, maar in dit geval de bron van de Mississippi. We staan hier bij het werk van Riet Wijnen. En Riet Wijnen die heeft, net zoals de andere kunstenaars die dit jaar meedoen aan Beelden in Leiden, voor het eerst een werk voor de buitenruimte gemaakt. En haar werk bestaat zowel uit fictie die ze schrijft, dus ze geeft ook boeken uit, maar ook uit prints, uit installaties en sculpturen. En ik heb haar gevraagd, omdat ik een hele mooie sculptuur van haar had gezien op de Rijksacademie. En ik dacht, ja, dat vertaalt zich zo mooi naar de buitenruimte. Een heel abstracte sculptuur was dat, met een soort diagrammatische vorm, verschillende kleuren. Hout zat daarin, de primaire kleuren.
En ik vroeg aan Riet, goh, wat betekent het eigenlijk? Wat is dit? Wat ben je aan het doen? En Riet zei, wat ik doe met mijn werk is dat ik gesprekken schrijf. Dus ze schrijft fictie. Dat zijn gesprekken tussen wetenschappers of kunstenaars. Vaak zijn het vrouwen, vergeten wetenschappers, vergeten kunstenaars. Die te maken hebben met abstractie. Dus de geschiedenis van abstractie in de beeldende kunst, maar ook abstractie in de wetenschap. En die gesprekken die resulteren voor haar in bepaalde vormen. Daar maakt zij een soort van mindmaps eigenlijk van, die voor ons niet zo toegankelijk in eerste instantie zijn. Maar daar zit een heel systeem achter die resulteert in een vormentaal. En die heeft zij vertaald naar een werk voor de buitenruimte. Dus je ziet hier een werk in verschillende delen. Dat is een driehoek. En het is zowel een meubelstuk als een sculptuur. Dus je kunt er gebruik van maken. Je kan erop zitten, je kan eraan hangen, je kunt erin klimmen. Mijn moeder zei, ik liet een foto zien. Oh, je kan je jas erop hangen, maar geen glas opzetten, want het valt door de tafel heen. Toen zei ik van ja, dat is precies wat het is. Het is een sculptuur. Dus het is ergens niet bruikbaar en het is een meubelstuk. En daar zit het tussenin. En die logica, die zit daar dus een beetje tussenin. En dat is ook wat het interessant maakt. Ja, we zijn even door onze knieën gegaan, want een van de andere werken, namelijk van Jason Hendrik Hansma, is geïnstalleerd op de vloer. Dus bij de mensen thuis eigenlijk, want dit is zoals je ziet een afgeschermde ruimte. Het is de stoep van de huizen van de bewoners. En het is eigenlijk voor hem een plek, een tussenruimte. Dus een ruimte die niet zozeer een bepaalde functie vervult, maar iets markeert tussen twee verschillende ruimtes. En hij vindt dat eigenlijk heel interessant. Bijvoorbeeld als je denkt, als je door je huis loopt en je loopt door een deur, wat er vaak gebeurt is dat je even vergeet wat je aan het doen was. Ja, dus in die tussenruimte, daar gebeurt iets interessants. En wat Jason heeft gedaan is dat hij afgietsels heeft gemaakt in beton. Dus het zijn deurposten, gestandaardiseerde deurposten, eigenlijk uit de jaren 60. Die vorm heeft het. Die heeft hij in beton gegoten en gepolijst. Daarom zijn ze zo glimmend. En vervolgens hier bij de bewoners geïnstalleerd. En ze zijn op verschillende plekken rondom de gracht te vinden. En ze markeren dus eigenlijk binnen en buiten, privé en publieke ruimte. Ja, dat is wat ze doen. Dus ga ze vooral opzoeken. Dit is het werk van Lungiswa Kunta, een Zuid-Afrikaanse kunstenaar die momenteel aan de Rijksacademie studeert in Amsterdam. En zoals je ziet, is het verroest staal. Als je kijkt zie je dat er iets aan de hand is. Wat zij heeft gedaan is dat ze een werk heeft gemaakt dat voor haar een rivierbedding is, maar tegelijkertijd ook naar een bed verwijst. Dus als je kijkt naar de individuele bakken waar het werk uit is samengesteld, dan verwijzen die eigenlijk ook naar het formaat van een bed. En zij zegt, een bed of een rivierbedding, dat zijn eigenlijk beide plekken van rust en reflectie, maar ook van trauma. Dus klimaatverandering, overstromende rivieren, maar ook huiselijk geweld. En juist die spanning die daarin zit, dat maakt het werk interessant. En door de tijd heen gaat het ook veranderen. Dus dat roest, dat wordt steeds sterker. Dat gaat ook een soort patroon vormen. Dus het lijkt ook nog eens een soort landkaart. Het heeft ook echt iets van de grond uiteindelijk. En dat is heel mooi, denk ik. Er zijn een aantal werken in de tentoonstelling die ook echt veranderen met de tijd, of de duur van de tentoonstelling zelf. Dit is het werk van Thomas Swinkels. Het wordt momenteel geïnstalleerd, zoals je kunt zien. Het is echt net aangekomen. Thomas Swinkels, het werk heet Wardian Cage. En het is een verwijzing naar de Wardian Case. Wat is dat nou weer, zou je zeggen. Maar de Wardian Case, het is een mobiel terrarium. En een mobiel terrarium, zoals bijvoorbeeld von Siebold hier uit Leiden, gebruikte om invasieve, nou dat wist hij toen nog niet, planten, exotische planten mee te nemen over zee. Dus die in de 18e eeuw werden die gebruikt, de 19e eeuw. Om allerlei exotische planten van reizen over de hele wereld te verschepen. En Thomas Swinkels vond dat heel interessant. Die plant is natuurlijk enorm gaan woekeren, namelijk de Japanse duizendknoop. We komen er niet meer vanaf. En Thomas die zei, ja, wat ik ook bijzonder vind is dat zo'n Wardian Case, dat mobiele terrarium, lijkt eigenlijk op een hedendaagse transportcontainer. Dus het is eigenlijk een soort container. En we hebben nog steeds zo'n heel netwerk. Waarmee we alles over de hele wereld verplaatsen. En vroeger met die Wardian Cases had het ook te maken met kolonialisme. Dus we waren op allerlei andere plekken in de wereld en namen daar natuurlijk ook
dingen mee. Dat had ook een beetje met die tijd te maken, zal ik maar zeggen. En nu, met die, ja, wat er nu eigenlijk met dat transportnetwerk is, dan kun je ook allerlei vragen bestellen. Hoe gaat dat eigenlijk? Er zitten ook allerlei ethische vraagstukken bij van wanneer iets wordt gemaakt in China. Of we weten eigenlijk helemaal niet meer waar het wordt geproduceerd en wie daar wat voor krijgt betaald. Er zitten natuurlijk allerlei vragen bij die veel verder gaan. En het is heel gek, want het is een soort huisje. Als je ernaast staat, denk je, wat is het eigenlijk? Heeft het nog wel een functie? Wat is het eigenlijk? Het lijkt alsof het een functie vervult, maar dat doet het niet. Het is een soort huisje waar je in zou kunnen, maar je kunt er niet in. En het verhoudt zich ook tot de architectuur, de kerk hier op de Hooglandse Kerkgracht en de huizen die hier te zien zijn. We zijn hier in de binnentuin van bibliotheek B+C, waar de installatie van Fiebeke Massini is geïnstalleerd. En Fiebeke is geïnteresseerd in energieomzetting en ze heeft hier een hele bijzondere installatie gemaakt. Zoals je ziet, ik draai er even naartoe. Je ziet hier achter ons een batterij. Die batterij, daarin is energie opgeslagen, die is vrijgekomen bij het verbranden van geconfiskeerde goederen. En in dit geval cocaïne. Dus door de douane in beslag genomen en verbrand. En bij dat verbranden komt energie vrij. En die energie zit in de batterij en wordt vervolgens gebruikt, zoals je ziet, voor het verwarmen van de radiatoren. En met die verwarming laat Fiebeke nachtvlinders ontpoppen. En die nachtvlinders worden weer onderdeel van Leiden, want die zullen uiteindelijk uitvliegen. Het was een mooi rondje langs de verschillende kunstwerken. We zijn weer terug op de Hooglandse Kerkgracht voor het vervolg van de opening van Beelden in Leiden, Harriet. Ja, wij zijn opnieuw heel verheugd dat BPS, de groep bedrijven rond de Schipholweg, dat die onze grootste sponsor zijn naast fondsen. En dat zij inderdaad ook een keuze gemaakt hebben voor een beeld. Dus ik vraag graag aan Erik van Maastricht om hun keuze bekend te maken. Ja, wij zijn natuurlijk niet de echte kunstkenners, maar wij beoordelen het beeld over het algemeen op geschiktheid voor de plek waar wij het nabeelden in Leiden na 3 oktober graag willen plaatsen op het Schuttersveld. En dan kijk je meer naar, past het in die omgeving? Is het voldoende hufterproef? Kan het daar een jaar staan? Dus niet zozeer op kunstzinnige waarde, maar wel ook op een, dat het een beeld is wat ons echt aanspreekt. Wat wij heel graag in ons gebied zouden willen hebben. En het beeld wat wij dan gekozen hebben, maar waarvan we nog niet zeker weten of we dat kunnen plaatsen. Dus dat is nog wel een dingetje. Dat is het beeld Mississippi van Maud van Beuken. Maud, mag ik jou uitnodigen die microfoon te pakken. Hallo. Dankjewel. Wij vinden het fantastisch. Oké. Ja. Ik vind het ook fantastisch. Dankjewel voor deze prijs. Ik ben helemaal... Nou ja, dit is dan even een voorafje. Ja, en we gaan echt ons best doen om te zorgen dat het beeld een mooie plek krijgt op het Schuttersveld. Ja. En we gaan dat met de gemeente bespreken. Als de gemeente groen licht geeft, wat ons betreft komt het er 100%. Maar we moeten even kijken met de gemeente of we dat gezien de omvang voor elkaar krijgen. Oké, okay, nou dus dat zou heel leuk zijn. Een mitsje. Dat vinden wij heel jammer, maar ja, ik wel een gewaagde keuze. Om teleurstelling later te voorkomen. Ja. Oké. Ja? Dankjewel. Oké. Okay. Ja. Heel veel gelukt. Is goed. Nou, Maud, gefeliciteerd. Dankjewel. We hebben jouw beeld net gezien in het filmpje met de curator. Ja. De bedding van de rivier. Nou, en het is water. Inderdaad het grootste werk hier op de gracht. Ja, dat klopt. Met afstand. Ja. Leuk. Wil je er zelf nog iets over vertellen, over je werk? Ja, dat kan. Het is het werk is een 1-op-1 kopie van de Mississippi rivier op ware schaal. Dus ik heb hem de rivier daar ingescand. Als je het water zou bevriezen, dan zou het er zo uitzien. Dus. En Leiden was, dit was vroeger ook een gracht. Dus hier staat het water nu opnieuw. Ja. Komt dat zien? Ja. Ja, vanaf vandaag te zien op de Hooglandse Kerkgracht. Ja. Harriet, we zijn er nog niet helemaal, hè? We hebben nog een prijs. En dankjewel.
En onze Frans de Witprijs, die wij elk jaar geven, daar is een jury voor samengesteld met als voorzitter Natanja van Dijk. En ik geef graag het woord aan Natanja om de prijswinnaar van de Frans de Witprijs bekend te maken. Als je naar de microfoon daar kunt lopen. Dankjewel Henriette, dank voor deze enorme eer om en zeer moeilijke taak waar je ons ook mee opgeschreven hebt om de winnaar van de Frans de Witprijs van dit jaar te mogen selecteren samen met de jury. Ik ga eerst even kort iets zeggen over de beeldenroute in het algemeen en dan natuurlijk hou ik jullie niet langer in spanning en zal ik de winnaar bekendmaken en ook onze motivatie als jury daarbij geven. Voordat ik dat doe wil ik graag nog even wat mensen bedanken. Henriette van der Linden namens Beelden in Leiden, hartelijk dank. Wat een prachtige editie hebben jullie neergezet. De jury natuurlijk, Casper van der Kruk, Isaac Zwartjes en Dominique Ruiters. En Suzanne Wallinga, de curator van deze prachtige, dit prachtige sculptuurpark, kunnen we misschien wel zeggen. We waren als jury erg onder de indruk van deze editie. Er ligt een heel mooi thema ten grondslag aan de selectie van de werken, namelijk sferen. Sferen is een meetkundige vorm. Sfeer is een geometrische vorm. Maar een sfeer is natuurlijk ook iets meer emotioneels, iets persoonlijk. Je persoonlijke sfeer, de buitenruimte is een sfeer, hoe gaan die in elkaar over? En dat heeft iets meer amfibies, iets wat kan veranderen. De curator zei al heel mooi, misschien is in de tijd waarin we nu leven ook, hebben we ook een ander idee gekregen van sferen. Dus enerzijds ligt er een vrij intellectuele, wiskundige grondslag aan sferen. En aan de andere kant ook iets heel poëtisch, emotioneel, hoogst persoonlijks. En we zijn heel erg onder de indruk hoe alle zes de kunstenaars daar op een eigen manier mee om zijn gegaan. En ook juist die twee sferen, dus het wiskundige, intellectuele en het persoonlijke, poëtische, hoe ze daarmee aan de slag zijn gegaan en dat heel mooi vorm hebben gegeven. En dat alles helemaal in die sfeer van deze prachtige openbare ruimte in Leiden hebben laten inbedden. Dus daar zijn we erg van onder de indruk. Het is een gewaagde selectie kunstenaars. Wat je vaak in de openbare ruimte ziet zijn hele spectaculaire, spetterende werken. Nou, dat zijn zeker prachtige, spetterende werken, maar ook intiem en persoonlijk. En daar waren we echt heel erg van onder de indruk. Dus heel erg mooi werk van Suzanne Wallinga. Dan de winnaar. Het was echt heel erg moeilijk, wat ik al zei, een geweldige selectie. En we zijn toch tot de winnaar gekomen. Nog net geen blauwe plekken. Mag ik het bekend gaan maken? Zeker, hou ons niet langer in spanning. En de kunstenaars vooral niet. Ja, en ik wil ook heel graag de kunstenaars natuurlijk bedanken. De winnaar van de Frans de Witprijs is Viveke Massini. Gefeliciteerd. Kom naar voren. Mag die microfoon daar pakken? Viveke, ik heb een oorkonde voor jou en we hebben een bos. Ik mag je helaas niet zoenen, maar je wel dit aanreiken. En we zijn echt ontzettend onder de indruk van je werk. En hier je bloemen. Alsjeblieft. Ja. Ik word mijn handen helemaal beladen. Dankjewel. Heb ik tijd om nog even wat kort wat over werk te zeggen? Zeker, doe maar even. Zal ik deze even van je overnemen en dan leg ik die even hier veilig neer. Nou, zo. Ja. Ik weet niet of dat in beeld is. Viveke, je hebt een werk gemaakt, eigenlijk heel erg onverwacht, een sculptuur, het is een beeldenroute. En Viveke heeft energie gekozen als haar materiaal, wat heel verrassend is. Mm. En energie staat voor transformatie, van het ene naar het andere. En wat ze gedaan heeft, haar sculptuur staat hier in de tuin van de bibliotheek. Het is een object, er gebeurt van alles mee. Maar haar sculptuur reikt eigenlijk veel verder dan alleen maar hier in de tuin van de bibliotheek. Haar sculptuur begint in een verbrandingsoven. Waar cocaïne is verbrand, wat in beslag is genomen in door de douane in de haven van Rotterdam misschien, of dat weet ik eigenlijk niet. Cocaïne is natuurlijk een heel heftig product. En als je dat verbrandt, komt er energie vrij. Nou, ik vind het wel een heel magisch idee hoe jij die energie hebt weten te vangen. Maar dat heeft ze gedaan en daar heeft ze een batterij van gemaakt. En die batterij is de drijvende kracht achter haar sculptuur in de tuin van de bibliotheek. Die bestaat uit radiatoren die dus warm worden door die energie van die verbrande cocaïne. En dan zijn we er nog niet. Als je goed kijkt, zie je daar allemaal kleine zwarte kokonnetjes in die radiatoren zitten.
En die kokonnetjes die groeien langzaam uit tot nachtvlinders. Nou ja, en ik heb begrepen dat dat ook eens een straat is waar veel nachtvlinders langskomen. En zo wordt die energie omgezet in die nachtvlinders die hier in Leiden hun plek zullen vinden. Mm-hmm. Dus je geeft eigenlijk iets heel erg mooi terug. Dus wat hier gebeurt is een enorm butterfly effect. Verbrande cocaïne. Met cocaïne heb ik een vrij negatieve connotatie, hè, wat over de wereld gaat. Waar er veel geweld vrijkomt. Gewelddadige energie. Die je eigenlijk soort ontkwaad of weet te transformeren. En energie is in de basis transformatie. En daar heb je zo'n mooie poëtische vorm aan weten te geven. En tegelijkertijd intelligent, technisch. Ik heb nog steeds geen idee, dan moet je me zomaar even vertellen hoe dat gebeurt. En heb je dat omgezet tot een prachtig sculptuur. Maar ook een sculptuur wat zich plaatsvindt in ons hoofd, in onze verbeelding. Vandaar dat we uiteindelijk voor jou gekozen hebben als winnaar. Dankjewel. Dankjewel. Wat een mooie toelichting ook. Dank jullie wel aan de hele jury, ook aan de medekunstenaars met wie ik aan dit project heb mee mogen doen, Suzanne. Thomas, die mij tot op het laatste moment met de techniek geholpen heeft. Ik moet een heleboel mensen voor dit project bedanken. Van de douane tot, Alida van de bibliotheek die mij heeft geholpen hier binnen te laten. En mijn projecten zijn eigenlijk altijd echt het samenbrengen van een heleboel mensen vanuit verschillende disciplines, expertises. En ik ben heel erg dankbaar voor hen, want zonder hen was dat niet gelukt. Dankjewel ook voor deze mooie introductie. En het was een hele mooie, Suzanne natuurlijk ook, een hele mooie gelegenheid om voor dit project te kijken naar de openbare ruimte en te kijken naar hetgene dat daaruit onttrokken wordt. Cocaïne, zoals je noemt, drugs. En ook te kijken wat er weer in wordt vrijgegeven op een andere manier. Dank je voor dit hele mooie gebaar. Spannend kunstwerk ook, hè? Leeft ook een beetje. Ga je nou niet op een krukje ervoor zitten om te kijken wanneer die poppen uitkomen? Nee, nee. Maar het feit dat dit project een jaar vertraagd is, betekent ook dat dit inmiddels al de zoveelste generatie poppen is die door mijn handen gaan. Dus je weet inmiddels hoe lang het duurt. Ik heb ze zien uittreden, ja. Het is goed dat je je handen hebt leeggemaakt, want je krijgt nog wat. Als eerste namens de stichting van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat voor jou. Maar ook alle andere kunstenaars wil ik gewoon heel erg bedanken voor jullie ontzettende creatieve en mooie werken die hier op de gracht staan. Waar jullie allemaal ontzettend hard aan gewerkt hebben. En ja, met de meeste van jullie mocht ik kennis maken. Mijn complimenten. Wij gaan jullie vast overal nog terugzien in Nederland. Maar om jullie verdere inspiratie te geven, krijgen jullie... geef ik niet alleen dadelijk aan Fiebeke dit Frans de Wit boek, maar dit is net uit dit jaar. De prijs is vernoemd naar Frans de Wit, de beeldhouder in Leiden die voor ons de belangrijkste beeldhouder tot nu toe was. Dit boek is dadelijk voor jullie allemaal aanwezig. Hartelijk dank nogmaals en voor jou Fiebeke alvast het eerste exemplaar, alsjeblieft. Mag ik tot slot in ieder geval heel erg bedanken Suzanne als de grote inspirator met wie wij deze bijna 2 jaar samen mochten werken. Mag ik danken Femke, die achterwege staat, maar die alles mee voor ons georganiseerd heeft. Mijn mede-bestuursleden en Rijnhof voor de gastvrijheid en de bibliotheek. En ik hoop jullie allemaal op 8 augustus in beter weer bij de finissage te zien, waar wij hopelijk dan wel het glas kunnen heffen. Ik ben blij dat wij het er nu op deze manier toch bij elkaar konden komen. En ik wens jullie allemaal heel veel plezier straks bij het bekijken van de tentoonstelling. Dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze live televisieregistratie van de opening van Beelden in Leiden 2021. De komende zomermaanden hier op de Hooglandse Kerkgracht elke dag te zien. En natuurlijk ook in de binnentuin van de bibliotheek hier net om de hoek in de Nieuwstraat. En als je in de buurt bent, ga ook zeker een keer naar de begraafplaats Rijnhof. Kijk dan wel even voor de openingstijden om daar ook het kunstwerk te gaan bekijken.